De uitdaging was dat je eigenlijk in nou, misschien wel het meest dynamische stukje Brabant, want wat heb je hier? Hè? Je hebt hier de bedrijventerreinen, je hebt Brainport Industry Campus, je hebt het vliegveld, je hebt het defensieterrein, er gebeurt van alles hier. En dat je door dat hele dynamische stukje Brabant een groene as kunt maken vanuit het centrum van Eindhoven, letterlijk. He, tot aan de markt van Oorschot. En dat is dan de entree naar het hele landelijk gebied. Bedenken en realiseren is één ding. Maar dan dat concept in stand houden, dat is punt twee. En nu zijn hier enorm veel bedrijven betrokken. En wat wij eigenlijk willen is dat die betrokken zijn bij dit concept. En zeggen wij vinden dat een goede zaak. Wij willen daar mee in investeren. En dat wij met elkaar zorgen dat dat concept in de toekomst in stand houdt. We investeren allereerst in ons eigen bedrijf. Maar vinden ook dat we in de maatschappij moeten investeren. Ja, dan is het logisch dat je zo'n uniek initiatief gewoon ook financieel ondersteunt. En als je dan ziet hoe snel dat voor elkaar komt en hoe uniek het is. Nou, daar zijn we ook echt mede trots op wat Jan geïnitieerd heeft. Ik denk wel dat je ziet dat het steeds belangrijker wordt om je op je gemak te voelen op het werk. En op je gemak te voelen ook in de omgeving. En ik denk wat je hier langzamerhand ziet is dat de omgeving steeds meer opgaat. Ook in een hele logistieke en dynamische omgeving waar we in werken. En eigenlijk wat we daar ook bij wensen is dat we voornamelijk ook zien dat we die ontspanning kunnen zoeken buiten het werk. En dat we dat steeds meer met elkaar proberen te verbinden.